Dirk-Jan, gefeliciteerd. Het gaat goed met jullie, hè? Ja, dankjewel. Ja, zeker. Het loopt goed. Het resultaat is er niet altijd naar, zoals tegen Sparta. Maar ja, vandaag 2-0, maandag 2-0. Dat is lekker natuurlijk. En het gaat ook goed met jou? Zeker, ja. Sinds een tijdje speel ik alles in de basis. En dan speel ik alles. En voor de winterstop was het wel wat anders. Ja, sterker nog, je ging op zoek naar een nieuwe club. Je vond een nieuwe club. En sindsdien ben je basisspeler. Ja, klopt. Ja, sinds dat ik heb aangegeven dat ik bij Rijnvogels ga voetballen. Hebben we het systeem eigenlijk omgegooid en kwam er een plekje vrij voor mij. En dat zorgde ervoor dat ik tot nu alles gespeeld heb. Heb je dan niet spijt dat je naar een andere club gaat? Nou, die vraag krijg ik wel vaker natuurlijk. Want ja, de Rijnvogelse Boys, dat is mijn club. Ik ben hier geboren, getogen. Dus ja, dit was altijd mijn droom om hier te voetballen en nu doe ik dat. Ja, ik heb toen die keuze met de winter rationeel gemaakt en ik sta er nog steeds volledig achter. Dus. Zou je nog terug kunnen? Ja, alles kan, wordt me verteld, maar dat ga ik niet doen. Het is goed zo. Op naar een nieuw avontuur? Precies, nieuwe uitdaging, nieuw avontuur bij Rijnvogels. Ja. En wat zit er nog in voor jullie dit seizoen? Nou, we hebben uitgesproken dat we gewoon top 5 willen eindigen. Volgens mij staan we daar nu, weet ik nog niet zeker, maar volgens mij wel. Dus ja, we moeten gewoon mooie resultaten pakken en ik denk dat het mogelijk is. Dus dat gaan we doen.